De Osse gemeenteraad heeft donderdagavond de nieuwe meerjarenbegroting in ongewijzigde vorm aangenomen. 5 moties en een amendement werden verworpen dan wel ingetrokken. De coalitiepartijen VVD, VDG, CDA en PvdA stemden uiteindelijk voor de begroting. De oppositiepartijen SP, D66, Trots op Nederland en GroenLinks stemden tegen. In de begroting staan voorstellen om de komende jaren voor €1 miljoen extra te bezuinigen. Dit komt bovenop de bezuinigingen die vorig jaar al waren aangekondigd. Alle partijen gaven aan te vrezen voor volgend jaar. Dan worden opnieuw zware bezuinigingen verwacht als uitvloeisel van de plannen van het nieuwe kabinet. De begroting van dit jaar werd door de SP daarom gekenschetst als stilte voor de storm. Een van de niet aangenomen moties kwam van VDG en CDA. En daarin werd gepleit voor een verdere inkrimping van de ambtelijke organisatie van de gemeente. De meerderheid van de raad steunde de motie niet. De meeste partijen waren van mening dat er momenteel al genoeg wordt gesneden in het personeelsbestand. En dat er ook voldoende ambtenaren over moeten blijven. Gezien de zware tijden die eraan zitten te komen voor de gemeente.